Dit is mijn lievelingscitaat, deze. Omdat het is nog een merk ook waar Django Reinhardt altijd op gespeeld heeft. En vooral ook daarom ook. En die gitaar hebben ook, zeg maar, ook een typisch klank voor dit soort muziek wat wij doen. Echt, dus die stijl van Django Reinhardt. En ja, de verhalen gaan ook dat dit een van Django Reinhardt is geweest. Dus, dat is voor mij helemaal uniek. Hij zag er niet uit toen ik hem kocht. Ja, het was helemaal, zeg maar, de lak was eraf en de nek die liep helemaal krom. Dus ik moest hem helemaal weer laten restaureren. Maar hij staat er nu perfect bij. En een gitaar, ja, de meeste akoestische gitaar heb ik dan over. Die gaan eigenlijk pas goed klinken. Als, zeg maar, hoe ouder ze worden, hoe beter ze gaan klinken. Met de klank betreft. Een nieuwe gitaar die moet toch, ja, net als een auto, als je een nieuwe auto koopt, die moet je eerst nog inrijden. Dan moet alles op zijn plaats komen. Dat is met een nieuwe gitaar precies hetzelfde. Dus hoe ouder die gitaar wordt, hoe beter die gaat klinken. Nou, de koffer is al. Kijk eens. Oppakken, laat maar gaan. Dat is mooi. Dat is mooi, hè? Voorzichtig. Hallo, dan. Dat mag eraf, natuurlijk. Mooi, hè? Ja. Nee, het is echt mooi. Schitterend, hè? Dat is echt schitterend. Ja. Zitten er nog steentjes daar boven in? Ja, kijk, er zit hier zelfs, als je goed kijkt hier zie je zelfs briljantjes ingelegd. Zie je dat? Jongen. Ja, ja, ja. En Jan Akkerman.
bijzondere aan de trio vind ik dat ze muziek spelen die een hele authentieke Europese kant hebben. Het is geen swampmuziek uit Louisiana of weet ik veel wat. Nee, het is gypsy swing à la Django Reinhardt. En dat is toch de enigste Europese authentieke gitarist zo'n beetje. Iedereen heeft zijn eigen toon en zijn eigen opvatting over de manier waarop je een stuk moet spelen. Ik doe dat helemaal totaal niet geremd door enige kennis of enige drift om het precies na te spelen. Stochlo waarschijnlijk ook niet, maar die heeft dus dat als leerschool genomen. Dat zul je altijd door blijven horen klinken. En je kunt natuurlijk slechtere voorbeelden nemen. Ik vind het authentiek. En daar sta ik vierkant achter. Daar hoef ik ook helemaal niet vooraan te staan of achter. Ik wil dat gewoon begeleiden. En als toch daar op los gaat, dan zit ik te genieten gewoon. Mijn solen zijn meestal ook echt soleren. En ja, soms ook met akkoorden. Maar Jan Akkerman is eigenlijk op dat gebied heel, heel rijk in akkoorden. Is hij. Hij kan een solo doen met akkoorden. Daar kan hij een hele nummer mee doen. Maar ja, dat krijg je alleen maar als je... Als wij nou spelen, ik moet een solo getrist hebben, hoe is toch geloof? Om een nummer uit te spelen. Ja, we zijn met z'n drieën ook. Nee, je begrijpt het niet. Ik kan geen solo doen met akkoorden. Dat ken ik niet, dat is te moeilijk voor mij. Hij soleert met akkoorden omdat hij alles zelf doet. En de rest houdt hij gewoon een beetje op begeleiding. En dat is juist het mooiste natuurlijk van hem. Want hij doet zowel soleren als akkoorden, zou ik maar zeggen. Dat is geweldig wat ja, hij doet. Ja, hij kan ook heel goed begeleiden ook. Hè? Ja. Zeg maar wat Moesje doet ook. Dat kan hij ook heel goed. Thuis geluisterd. Even een beetje uitgezocht of we akkoorden het waren. En een paar keer meegespeeld. Probeert wat dingetjes uit, je zoekt de akkoorden uit. Ja. Veel meer kun je er eigenlijk niet aan doen. Je kan het op twee manieren benaderen natuurlijk. Op een melodische kant of op een snelheidskant. En ja, dus goed ben ik niet in snelheid, dus ik zal het proberen op een melodische kant te doen.
tempo ligt vrij hoog. Ik zie mezelf niet zo als een erg technische speler, dus wat dat betreft wel moeilijk, ja. Ik zal mijn best doen. Het is wel tof om naast zo'n vent te zitten dadelijk natuurlijk. Als je ziet wat hij bereikt heeft met zijn muziek, dan is het natuurlijk wel een voorbeeld voor je. Hoewel het dus mijn stijl helemaal niet is, die Rosenberg trio muziek. Maar je hoopt toch natuurlijk dat je er iets van opsteekt. Allemaal hartelijk welkom hier op het Rotterdamse Conservatorium. We hebben vandaag twee hele bijzondere gasten in huis. Experts op het gebied van de authentieke jazzgitaar van Django Reinhardt. En hij gaat ons proberen in te wijden in de kunsten van deze legendarische gitarist. Ik vraag jullie aandacht voor Stochlo Rosenberg en Jan Akkerman. Pas begon met de plectrumtechniek. Toen deed ik dat ook om alles één keer naar beneden te doen. Dus. Maar toen kwam ik al gauw genoeg achter dat, dat ik dan met de snelheid. Dat was ik dan kwijt, dus dat kon ik nooit halen. Dus toen heb ik. Op en neer gaat. Toen ik nog heel jong was, heb ik me het laten vertellen dat Django met dik, soms wel met een knoop die hij dan met een vuiltje bij. Zodoende heb ik dat dan aangeleerd. Ja. Met een dikke plek om te spelen. Ja. En vooral voor akoestische gitaar dan. Hè. Wat zou jij daar spelen? Dat laatste akkoord, dus je krijgt het. Wat zou je hier op spelen? Zo, als solo. Als solo. 1, 2, 3. Spelen? 4. Ik kan niet volhouden. Het is een ding. Want het verwisselt steeds. La mineur 6. Stoch die speelt het van nature helemaal goed. Gaat u nog weer. 3, 4. Thank you.
Ja, het was gewoon de gitaar gelijk. Ik weet niet wat het was, maar... Het is niet zo dat ik dacht, ik ga nu even viool leren en dat gaat niet. En dan naar de gitaar of zo, nee. Het was pats gelijk de gitaar en ja, dat lag mijn hart. Ik zag er een monster in eigenlijk, in een bas. Maar ja, die oom van Stagelo, die zei altijd van, luister eens jongen. Probeer nou eens een keer op een bas te spelen. Maar ik wou dat helemaal niet. Ik dacht, dat is goed voor oudere mensen, maar toch niet van mij. Ik wil gewoon ruig zijn, een beetje, ja, je bent jong en je denkt, nou luister goed, ik wil gewoon een gitaar, een ram op dat ding, hè. En hier ben ik eigenlijk mee begonnen, zeg maar. Met deze stukken dan ook, hè. Mijn vader heeft meteen mijn gitaar ingepikt. En ik weet niet waar die gebleven is destijds, en dan was ze weg. Dus ik ging op een gegeven moment ging ik niet meer mee om muziek te maken. Toen zei mijn vader van, ja, je gaat mee. Dat gitaartje ligt daar wel. Ik dacht, nou ja, die zal wel daar wel liggen. Maar dat was alleen maar om mij daar naartoe te krijgen. En toen ik daar was, ja, moest ik weer op dat bas. Vroeger had ik dan zo'n, zo'n oude platenspeler. En die kon ik dan terugdraaien op 16 toeren. Dus ik had hier een plaat van dit stuk ook wat u nu hoort. En dan kon ik dat op van 33 naar 16, dat is net de helft... lager, dus dan hoor je al die noten, hoor je dan heel langzaam afgespeeld. Nou, dan kon ik dat zuiver noot per noot horen en dan kon ik dat naspelen. En van de een op de andere begon ik toch feeling te krijgen voor die bas. Ik dacht, nou, dat is toch nog niet zo slecht. Want die raakte, op een gegeven moment raak je aan gewend, hè. En ja, toen begon ik zelf platen op te zetten van Django Reinhardt en zo. Natuurlijk de simpelste muziek even tussenuit te pakken. Ja, en dan ging het vanzelf eigenlijk, zou ik zeggen. Gewoon akkoorden leren om te zeggen van, nou, dit moet daar en dat moet daar. Maar ik heb nooit geen studie gehad wat school betreft. Of een muziekschool waar ik noten kon leren lezen of zoiets. Had ik best wel gewild natuurlijk. Maar er kwam er nooit van. Ja, ik had een goede leermeester, Django Reinhardt. Dus voor mij was dat de beste leermeester. Het begint uit zichzelf, hè, dat ritme. Bam, je voegt het op, je ziet de mensen reageren op, maar op een gegeven moment... is die contact tussen mensen is eigenlijk een beetje gebroken, maar dan ben je gewoon met jezelf bezig op het podium. Kijk, als Sogno nou een hele stille variatie doet, dat ken ik dan, dan ga ik gewoon met hem mee. Dan doe ik ook een andere variatie met een ritme. Maar het ligt er net aan hoe je erop op speelt. Noesje die gaat er heel fors mee om. Hij geeft hem aan van, hé hey, jongen, begin maar eens te schreeuwen bijvoorbeeld. Hè? Hier, ik commandeer van, dat moet eruit komen. En dat komt er ook, want je hoort met die jongens, ze pakken gewoon brutaal aan, dat heeft Django ook gedaan. Alles of niks, dan begint het bij mij ook al te koken van, nou, dat, kom op. Hé jongens, laten we nou eens even tempo maken, laten we nou eens even kijken van wat er nog in de bus zit. Nou, en dat voel je dan met elkaar, en nou, dan wordt er onder elkaar gelachen, dan weer heen en weer kijken. Van, hé, gaat het nog? Hé jongens, kom op. Je blijft toch op een gegeven moment elkaar opvoeren. Thank you.
Door wat mensen bij elkaar gebracht. Ze hebben gevraagd of wij wat optredens wilden doen. En nou, het leek mij heel leuk. Het zijn zeer grote muzici. En virtuose, interessante mensen. Ik heb me helemaal 3 keer in het zweet gewerkt. En uren gestudeerd. Het repertoire helemaal van voor naar achter bekeken en beluisterd. En ik ben ervoor gegaan. Dames en heren, Sylvia Houtsager. Het eerste stuk wat zij zullen gaan spelen is Nuages van, jawel, Django Reinhardt. Nu zijn we zo'n beetje halverwege de tournee. Als je dat nou zo'n paar keer meegemaakt hebt, dan... Het is niet voorspelbaar wat ze doen, maar het is wel logisch. Het is muzikaal heel logisch. En ik denk als je elkaar aanvoelt, en ik geloof dat we op eenzelfde lijn zijn gekomen, dan is het juist heel leuk. Want dan denk je, oh, wacht even. Dit gaat er gebeuren. En dan ben je er een beetje voorbereid en dan ga je er weer voor. Klassieke gitarist naar zijn vingerzetting kijkt, dan lacht hij zich dood en dan denk ik van lach maar, jij kan het niet en hij wel. Nou, dat vind ik dus van ongekende kwaliteit. Het maakt niet uit hoe je het speelt, als het maar gewoon uit je hart komt, zeggen ze zelf ook altijd. En dat denk ik ook, het komt uit zijn hart. En of hij zijn vinger, al zou hij ze zo neerzetten. Django Ryan speelde op een gegeven moment maar met 3 vingers, of met 2 vingers zelfs. Als het vuur en de liefde voor de muziek er maar is, dat maakt niet uit, dan ga je op je handen lopen. Thank you.
kan zeggen dat een handicap kan zijn dat de ene partij zeg maar niet zonder noten kan. En de andere partij niet met noten. Ik lees muziek en zij lezen absoluut geen muziek. Dus zij moeten het hebben van iets wat ik voorspel. En dan gaan zij er iets omheen bouwen. En dan moet er dus iets uitkomen. Dat is de moeilijkheid eigenlijk. Nog één keer. Ik hoor niks. Ik ben een beetje doof. Dat natuurlijk wel gedaan, maar na een tijdje doe je weer andere dingen, bijvoorbeeld met de theatertour en noem maar op. Dan vergeet je eventjes dit. Dus je hebt gewoon nodig om dit weer te spelen, om te zeggen van, hey, hoe zat dat nou weer? Was dat dat stukje? Waar moest dat weer? Dus om het weer compleet te maken. En daarom repeteren we eigenlijk, zal ik maar zeggen, om straks met Jaap gewoon geen fouten te maken. Om te zeggen van, nou, kijk, we staan ervoor. Ja, dat vangen we niet op, hoor. Als ik bijvoorbeeld midden in een stuk wil beginnen, dan is het niet makkelijk, zeg maar, om te zeggen van, we beginnen bij letter K of D. Het is niet te vinden. Dus het is voor hun, het is het lastig werken. Alles moet op het gehoor. Dat vind ik moeilijk. Waar ik verbaasd over ben, is de manier waarop ze naar mij luisteren. Met een enorme intensiteit. En het snel oppikken van tempiewisselingen enzovoort enzovoort. Dan heb je hier een molto meno. Dan heb je hier een rantando, langzaam worden. Dan quasi lento. Dan heb je weer een wat langzaam worden. Dan heb je ineens een heel snel stukje, een twee regels. Dan iets langzamer worden weer, rantando. Dan ga je naar allegretto. Ik bedoel, het zijn dus, eigenlijk staat er bijna bij elke regel een tempoverschil. En dat is dus een van de moeilijke dingen. En ook wel een van de leuke dingen. Dat je kan dus niet met de trio, zeg maar, zeggen van in die regel staat dat en in die regel staat zus. Maar het moet allemaal gewoon improvista zonder muziek voor hun te volgen zijn. En dat is natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk iets wat fantastisch is, dat ze dat zo kennen. Maar de grootste kracht, denk ik toch, is het instinct. Het instinctieve gevoel voor het muziekstuk wat gespeeld wordt. Thank you.
pas met jungle muziek begint, ja, die heeft dat niet 1, 2, 3. Soms tijdens, als we op het theater op het podium stonden, en dan stond zij voor mij en ze was dan aan het spelen. Natuurlijk, het publiek hoorde dat niet en dan stond ik daarachter en dan hoorde ik dat ze op een gegeven moment gingen ze naar een bepaald stuk van dat. Ik dacht, nou gaat ze eruit, hè? En dan eventjes fluiten, weet je wel. Of eventjes het woord even zeggen, nee, dat niet. Dus, maar dat horen zij dan wel. Maar dan reageren ze ook heel snel op dat hoor je. Dingen gewoon heel snel op te pikken en het zich eigen te maken. En daar vervolgens dus op hun manier weer een draai aan te geven, waardoor het dus echt weer het Rosenberg-trio wordt. En voor mij was het gewoon ja, vanuit mijn hoek een beetje zoeken. En, ik denk dat het een hele goede combinatie geworden is. Ik krijg niets anders dan lof van hun familie en dat zijn de meest kritische mensen. Ik heb dus mijn violen ook van een zigeuner gekocht. En ze gaan gewoon op zoek. Ze reizen natuurlijk veel. En komen dus overal muzikanten tegen. Dus ook instrumenten. Stochlo speelt ook een originele Django Reinhardt gitaar. Die is ooit van hem geweest. Nou, kom er maar eens aan. Dat kan alleen maar als je als spelende de mensen ontmoet. En weer de families. Dus ook weer de zigeuners. Maar ook gewoon de burgers. En dan ja, al op vakantie zijn, zal ik maar zeggen, kom je die instrumenten tegen en die brengen ze mee en die zijn te koop en dat is echt perfect. Hij staat, dus ik wil ook staan. Vinden jullie dat erg of niet? Tussen ons in zo. Ja, maar als ik tussen jullie in ga staan, dan is hij achter mij. Dat vind ik niet prettig. Ja, ik denk gewoon als we een soort halve cirkel maken. Ja. Zullen we de zitten nog een keer horen? Lukt het je af, hoor. Anders. Prima. Ja? Oké. Okay. Zacht inkomen. Ja. Dan hou ik het ook heel zacht in het begin. Ja? Oké, nog een keer. Ja.
als wij dat klassieke wat Jaap speelt, als wij dat moeten doen, dat lukt ons nooit natuurlijk, want daar zijn we niet voor opgeleid. Maar in bijvoorbeeld een Chardas en een stukken van Brahms, dat zijn stukken die komen bij onze muzikanten komt dat ook voor. En toen hebben we gedacht, nou luister, die twee nummers die kunnen we mee gaan spelen. En dat was volgens mij ook wel goed. Dus het is... Als hij begint, twijfelt hij van wanneer moet ik nu beginnen eigenlijk, hè? Ja, bij mij begin je 1, 2, 3, nou 4 maten, maar dat zeg je al niks verder. Maar het is, dat gaat als volgt. Als we krijgen dus die laatste twee keer die herhaling, hè? En dan nog een keer. Daar doen jullie alleen ta. Daar niet sneller worden, want dan jullie killen mij daar. Ja. Ik heb die noten ertussen. Jij hebt er 2 en ik heb er 4. Dus nou, moeten we niet zo op, ja. Nee, niet te veel daar. Oké, nou, dat komt terug. Gaan we nu even naar de maggiore, ja? Dus waar we net geëindigd zijn. Klanko van die violen, hoe hij die viool laat zingen ook, hè? Dat is gewoon, ja, zat hij gewoon alleen helemaal te spelen. Nou, dat was fantastisch. Hoe die klanko, wat hij uit die viool, dat huilt gewoon die viool. Af en toe denk ik, nou, dan breek je de hals eruit of zo, hè? Maar je ziet hem echt van hier, weet je wel. Want het mooiste vind ik, ik hoop als je ooit dit film ziet en niet kwaad wordt. Je hoort hem ook gewoon van snuiven, van, weet je wel, van dat hij zegt van hier, geef eens antwoord, weet je wel. En je ziet hem, hij pakt dat viool en hij speelt er echt gewoon keihard mee, hè. En je kan het ook horen, maar dat viool, dat klinkt, oeh, dat klinkt. Luister, ik ken veel violisten, maar die brengen dat niet zo tot zo'n uiting. Nou is dat in die klassiekwereld is het toch dat die violen een heel ander klank krijgen als je dan het Balkan speelt. Want dat is wel iets anders. Maar hoe Jaap dat doet, daar komt klank uit. Dat is onvoorstelbaar. Hij is er niet bang van. Nee, dat moet ook niet. Snel, jongen. Ja, ik red het haast niet. Dus het is... Thank you.
dames en heren, Les Jeux Noirs. We spelen wel vaker met anderen. Het is ontstaan door de jaren heen dat we eigenlijk bezig zijn. En je komt muzikanten in de studio tegen, in optredens en noem maar op. En het is eigenlijk, je zoekt ze eigenlijk niet expres op. Het is, ja, je komt ze gewoon tegen in dit wereldje. Want er zijn zoveel goede muzikanten. En sessiemuzikanten, en die speelt dan op de cd mee en dit en dat, dan kom je in aanraking mee. Ja, en zo komt het eigenlijk. Van de swing metal. Vooral omdat we ook stukken van Django op CD en LP hebben, waar Django Reinhardt met de klarinetist speelt. En zodoende hebben we hem ook natuurlijk bijgehaald om bepaalde stukken te doen. Nou, dat was prachtig hoe hij dat speelt. Ook zo'n Manoir de Merveille speelt hij. Mm-hmm. Hebben we met hem gespeeld. Nou, hoe hij dat zo zacht en zo lief speelt hij dat dan. Dat is perfect. Ik heb vanavond voor het eerst meegedaan met ze. Ja, we hebben een jaar geleden ongeveer hebben we een keer een concert gespeeld waarbij we allebei dan op het podium stonden. Of allemaal op het podium stonden. En toen hebben we eigenlijk zo uit de hoed wat dingen gedaan. En ik was hiervoor gevraagd om te komen meedoen. En ik had daar stukjes opgekregen, zeg maar. En heb ik uitgezocht. Ja, al die oude plaatjes van Django gedraaid. En vanmiddag hebben we dus 20 minuten de zaak doorgenomen. En vanavond vuurdoop. Thank you.
van Rick Wies. En het lijkt wel of er helemaal geen techniek meer bestaat, want ze staan overal boven. Absolute beheersing, maar het zijn ook, ja, als je ermee werkt, ontzettende aardige, gewone, relaxte jongens. De grote kracht ervan is natuurlijk dat het hun eigen muziek is, dat het een soort volksmuziek is van hun, waar een soort echtheid van afstraalt. En dat komt over op het publiek en dat is ook de grote kracht van hun cultuur en hun muziek. Iets wat wij Nederlanders bijvoorbeeld niet hebben. Als je jazzmuzikant bent, dan speel je dus muziek uit Amerika. Wat eigenlijk dus uit die cultuur komt en je speelt het dus zeg maar na. Maar zij hebben echt hun eigen cultuur, wat uit Frankrijk vandaan komt oorspronkelijk. En heel eigen is ook. En dat is in een zaal ook altijd wat mij zo opvalt. Als ze dus een stukje spelen op hun manier, ook al is het nog zo'n bekend stuk, dan is dat echt van hun. En dat is de grote kracht van het Rosenberg Trio volgens mij. Hij heeft ook bas gespeeld. Dan moest ik lachen. Ik was met iets bezig in de studio destijds ook. En ik kreeg het niet voor elkaar. Ik dacht, hoe ligt dat nou eigenlijk, dat stuk? Hè? Op een gegeven moment slaat, als je lang in de studio zit, dan slaat het een beetje dicht. Hè? Dan weet je niet waar je mee bezig bent. Maar op een gegeven moment komt Fritsenwerk, zeg. Een moeilijk stuk. Nou, laat mij eens proberen, zegt hij. Ik dacht, vibrofonist op bas. Ik wist het helemaal niet. Toen probeerde hij. Hij zegt nog niet, ik heb wel veel te dikke vingers. En toen deed hij een bepaald stuk voor en toen dacht ik van, hé jongen, je moet toch al vaker bas gespeeld hebben. Maar toen kwam het ook voor de dag dat hij ook bas gespeeld heeft. En dat vond ik best mooi. En zo leer je over elkaar. Snelheid, virtuoos, alle noten zijn raak. En het instrument blijft ook goed klinken als hij dus heel snel speelt. Hè? Dus het is niet zo dat als hij heel snel speelt dat het een beetje gemoffel wordt of dat het niet duidelijk is. Nee, het blijft allemaal ritmisch heel duidelijk. En dat is de grote verdienste van hem, vind ik. Zeg maar, wat ik doe, dat doet hij gewoon ook mee. Ja. Loopjes en dan zitten we ons soms wel een beetje 4-4-4 en 8-8. En dan... Dan doe ik een loopje en hij, moeiteloos, gewoon hetzelfde loopje. En dan ik weer met hem mee. Ja, dat is... We zijn ook nu echt op elkaar ingespeeld.
Wat ik bijzonder vind, is je hebt drie, wat ik zou zeggen, lekkere ouderwets muzikanten. Die zijn niet naar een muziekschool gegaan, maar ik zeg altijd de school of life. En ik, zeker met dit soort muziek is het een kwestie van veel luisteren, goed spelen en gevoel hebben. En dit is wat een instrument ook. Want je kan jaren op een conservatory gaan studeren. Maar dat zegt nooit zoveel als het niet van hier komt. En ik vind dat is juist een groot voordeel. Is dat ze spelen puur van hier. Eddie Cornell, ja, dat is de showmaster, noem ik hem altijd. Ja. Hij kan de hele zaal aan het lachen maken, hij kan de zaal aan het huilen maken. Hij is echt. Echt een showmaster en daarbij kan hij heel goed zingen ook nog. En ja, het is gewoon een geweldige muzikant. Wij houden ook van sensatie, weet je wel. Het moet gaan. En dat voelt Eddie gewoon aan. Het is ook altijd lol op het podium. Want als wij met elkaar spelen, dan is het altijd lachen. Je ziet hem altijd big smile, weet je wel. En het mooiste vind ik, ja, hij weet dat de mensen op reageren. En dan gooit hij zijn haren los. En dan gooit hij zo met die haren. En dan, kijkt jou toe, tijdens dat gooien, dan zie ik hem gewoon kijken, weet je wel. En hup, dan komt die big smile weer. En dat is gewoon, je houdt gewoon goed contact met elkaar. It's like we have a sort of an invisible link. It's always nice because it seems like Stokolo knows what I'm going to do and he and I know what he's going to do and it just sort of like fits like a marriage in a way, you know. Als Stokolo een solo doet, dan doet hij precies hetzelfde wat Stokolo op zijn gitaar doet. Hij doet ook solo op zijn. Kussies. Als Stokolo hele snelle solo doet. En, probeert hij het even naar. Nou, hij probeert, hij gaat mee. Ja. Hij doet het. Dat doet hij wel. Maar af en toe zit hij mij ook een beetje op te jagen weer. Hè. Dan zit hij tegen mij weer te lachen. En we gaan iets sneller weer. Ja. Hij is weer sneller dan ik weer, hè? I find Stokolo is strongest when he's playing with the trio. That's like his, you know, it's almost like his left and right leg. And then otherwise he's sitting in a wheelchair, you know, but still can play, you know what I mean? But with Nushi and Noni Dubai along with him, it just gives a little bit of, it makes it complete. Try to follow them, but rhythmically, they try to follow me. So it's a give and take thing. We sort of try to trick each other sometimes. But on the other hand, we try to find, okay, what are you going to do now? And it's a little guessing game, and that makes it interesting for the public as well. Because if we're playing,
And he's doing a real quick lick, and he'll, especially with the Spanish pieces, he'll do something, and I'll go, oh yeah. And I'm following him rhythmically. And you see us looking at each other, and a smile breaks out, and the public knows, oh yeah. They're teasing each other right now, and that's fine. That motor gets going, and all right, we're gonna go this way. Okay, I'm right there with you, and that makes it very pleasant to play with him. I enjoy it very much. Een avond met Rosenberg Trio, dat bestaat uit virtuositeit, uit goed spelen, uit mooie muziek en uit lachen, gewoon gezellig. En dat is heel belangrijk. Er zijn toch wel hele linke arrangementjes en afspraatjes die je dan even heel snel 's middags doorgenomen hebt. Maar ja, als het dan gaat stampen, weet je wel, dat ritme, dan vergeet je alles en dan is het gewoon pret maken. Iedereen kan klarinet spelen, iedereen kan gitaar spelen, iedereen kan bas spelen. Maar iets met gevoel spelen. Iemand, moet ik zeggen, de mensen aanraken met je muziek terwijl je eigenlijk op het podium staat. Dat vind ik juist zo. Kijk, muziek moet uit het hart komen en niet alleen maar vanuit het kennis. Het moet ook vanuit het hart komen. Dat is precies hetzelfde wat Eddie Conard doet, dat Frits Landersberg en Perlman. Van het Berghout en Sylvia en Jan Achman, noem ze maar af. Ja. Het moet in je zitten ook. Dat hebben we nog wel.
Nou, vandaag is een grote bijeenkomst. Dit zijn allemaal, wij noemen het maar christenen. Die komen uit Duitsland, Frankrijk, België. Sommigen komen uit Finland, Engeland. Dus van Amerika, van alle kanten. Dus die komen vandaag hier bijeen. Wij noemen dat broeders en zusters. Je hebt elkaar een lange tijd niet meer te zien, dus gezien bijvoorbeeld. En je komt nu bij elkaar om bijvoorbeeld liefde en warmte uit te wisselen, zou ik maar zeggen. Om elkaar weer te zien. Te harmoniëren zo maar bijeen. En dat is best goed om allemaal Sinti's bijeen te zien. De Sinti-stammen, hoe lang dat die bestaan, het kan eeuwen zijn, maar het kan ook duizenden jaren zijn. Precies zeggen waar we vandaan komen. We schatten maar, de ene zegt uit India, de ene zegt heel diep uit Rusland. Het is steeds nog een, voor mij is het nog steeds een vraag waar we vandaan komen. I'm going to share with you someone. Ik ga u meedelen over iemand. That's more important than the president. Die belangrijker is dan the governor, dan de president of de gouverneur, the senator, of een senator, or anyone else in this world, of wie dan ook in deze wereld. And his name is Jesus. En zijn naam is Jezus. And I want to share with you the word of God. En ik wil u het woord van God mededelen. It's alive. Het leeft. It's never gonna die. Het zal nooit sterven. The mission that Jesus had. De zending, de opdracht die Jezus had. To take the gospel into all the world. Thank you.
waren zo rond de, zeg maar de jaren 60, 64 zo in die koers. Was het de eerste keer dat mensen uit Frankrijk kwamen. Want daarvoor hebben wij nooit niks van de Pinkstergemeente gehoord. Dus die mensen die werken via de Bijbel van gaat rond en verkondigt het evangelie. Dus zodoende zijn ze ook bij ons beland. En dan, dat waren ook Sinti's. En dan sta je van te kijken van, Sinti's die het woord van God brengen. Nou, sinds die tijd, zou ik maar zeggen, zijn de eerste bekeerden bij ons, zoals mijn vader en moeder. Er zitten ook mensen bij die niet bij de Pinkstergemeente horen. Maar ja, die vinden dat leuk omdat zoveel mensen bij elkaar komen. Kijk, iedere mens is nieuwsgierig. Dan komen ze toch gewoon bij kijken van, wat is daar gaande? Wat gebeurt er allemaal? Dus ze willen toch maar bekijken wat er aan de hand is. Hè? Zo'n grote tent. En dan, waarom komen zoveel zigeuners bij elkaar? Ik denk als zigeuners zijn we gewoon een vrije volk en we zijn niet zo gebonden op regels. En ik denk, zo is het voor ons exact hetzelfde ook. Als christenen, hoe wij ons dan noemen, zijn we ook vrij met onze samenkomsten, met het muziek maken, met het eten. Met het algemeen is het gewoon een vrije beweging, zo kan je het zeggen. Een vrije beweging. Dan is het natuurlijk, ja, er zijn bepaalde regels waar wij ons moeten aan gaan houden natuurlijk. En dat brengen we ook natuurlijk ook aan onze kinderen. Dat ze niet hun traditie of hun cultuur zouden daar, dat het zou verloren gaan. Maar dat ze die, dat die kan staande blijven bij hunzelf. Dat ze dat kunnen respecteren en daarna kunnen gaan leven. En in de jaren 60, 64, toen de mensen uit Frankrijk kwamen, die brachten natuurlijk het woord van God, zal ik maar zo zeggen. En ja, die mensen die zongen er ook bij, toen hadden zij zelf geen gitaar. Maar mijn vader en de oom van Stochelen weer, van moederskanten, dus die speelden wel gitaar. Dus, en zodoende, die mensen die brachten bijvoorbeeld bepaalde stukken, zal ik maar zeggen, wat ze dan zongen, dan moesten zij begeleiden. We zijn eigenlijk zo'n beetje ingegroeid, dus echt te zeggen van nou luister goed, bij ons thuis hebben we gospelstukken zo gespeeld, dat was nooit. Want er werd alleen maar Django Reinhardt muziek gespeeld, omdat mijn vader dat altijd speelde. Je speelt en je speelt dan gospelstukken en christelijke liederen allemaal. Dan wordt het toch bespeeld op onze manier natuurlijk. Je speelt het in een beetje de jazzy stijl, het swingt, het is een beetje de Django Reinhardt stijl, dat hoor je. Die invloeden zitten er wel in. Mijn vader, de oom van Stochelen, de ooms van mijn vader zo, er waren violen, contrabas en gitaren natuurlijk. Als de kerkdienst bezig was natuurlijk, dan moet je eigenlijk formeel veel regels houden. Dus dat was gewoon normaal. Dus je had het bepaalde uur, dat werd gespeeld in de kerk. Maar na de hand natuurlijk, als er geen dienst meer was, ging je natuurlijk, jongens, we gaan een beetje samen jammen. Omdat gewoon, ja, je had plezier erin. Dus er werd ook gewoon de Django Reinhardt muziek gemaakt. En wij als kinderen, we zaten er altijd bij, we zagen dat, dus je groeit ermee op. En zo is het zo eigenlijk overgevloeid naar ons. Thank you.
Wacht, dit moet er ook aan. In de zigeunerwereld is de muziek toch altijd een het speelt altijd een belangrijke rol. Dat is al van begin af geweest, tot nu ook. Kijk, wat er ook gebeurt in de samenkomst is, door de muziek die ze brengen, en vooral die stijlen, zeg maar, de Django Reinhardt stijl, maar dan met de gospel songs vermengen, brengen ze tot mensen toch onder de samenkomst, dat ze het woord van God toch kunnen horen. Mickey. Moet jij naar de Bashwaasje van die familie van die Reunion of? Bekende gospelstukken, die hebben we dan helemaal omgegooid, zeg maar, in het swing. En in die Django Reinhardt stijl. En dan komt de viool bij, soms ook accordeon, noem maar op. Gospelachtige en dat jazzy-achtige, dat zat er al in. Dus in het moment hoe wij gespeeld hebben in de kerk en alles, kan ik me eigenlijk niet herinneren dat ik zeg van, nou luister goed, dit heb ik eens moeten leren of zo. Ja, je speelde gewoon, als iemand zong, speelde je het dan, maar ja, op je eigen versie. Dus, en zo is het altijd zo gebleven. Dus wij noemen het eigenlijk het gewone gospel, maar dan op onze manier.